praten over Giselle. Nou, het is gelukt. Ik heb een guestpas. Het duurt eventjes voordat ik hier binnen ben. Serieus jongens, jullie zitten in een nieuw pand. Hey Hilco en Arjen, nieuwe studio. Hi. Voor Sky. Bevalt het hier een beetje? Het is wennen, maar het bevalt wel. Top. En ik heb dus ook een nieuwe spreekcel. Ja, dat wel. Ah, even kijken hoor. En Hilco gaat nou meteen kijken even op YouTube en naar mijn kanaal. Ik kan hem niet vinden. Marleen Vlogt heet het. Oh. Ja, en je hebt alweer wat mooie tekst voor me geschreven voor nu. Ja, dat is enorm. Ik word al moe als ik er naar kijk. Check, check, check. Ja. Ja, ja, ja. Sky Radio presenteert het voorgerecht. Nou, ik moet onverwachts werken, want Sandra is nog steeds ziek. Die heeft echt een pittige griep te pakken. En nu heb ik jullie hulp nodig, jongens. Wat wordt het? Een mooi grijs truitje op links met een schattig biesje. Of een donkergroen, fladderig bloesje. Roept u maar, grijs of groen? Echt moe, moe, moe. Je denkt, wat is er toch met me aan de hand? Lang leven de visagie. Oh, dat is verschrikkelijk dit. Maar iedereen om me heen valt echt ten prooi aan die verschrikkelijke griep. Selma heeft zich voor vandaag ziek gemeld. Sandra is al de hele tijd ziek. Mirella stond gisteren met koorts in de studio. Gallien is op vakantie. Dus dan blijft Evelien nog over. Dus ik ben benieuwd wat er vandaag gebeurt. Wie er vandaag naast me staat of er iemand vandaag naast me staat. Het wordt spannend. Jij bent het geworden. Je hebt Evelien afgelost. Selma ziek, hoe voel jij je? Nou, ik voel me wel een stuk beter dan gisteren. Mijn stem is nog steeds niet helemaal juf van het. Maar gisteren stond ik volgens mij echt met verhoging te presteren. En ik voel nu aan mijn keel, nee, dat is nu niet meer het geval. Dus ik kan prima de show doen. Ja. Fijn dat je er bent. Ja. Want alleen is ook maar alleen. Is ook maar alleen, precies. Wat heb je daar even? Een pakketje? Hoe zorg je op je werk? Wat spannend! Volgens mij heb ik al eens een keer wat van deze meneer gekregen. Roberto de kunstschilder. Handle with care. Hij lijkt echt, hè? Sprekend. Dag, goeie avond. Hallo, ik ben druk aan het werk, zie ik. Ja, het is even rustig. Dus Marleen, dan neem jij even een momentje om... Om? Om heel even zijdelings even de voice in de gaten te houden. Ja. Even zijdelings. Jawel, even een beetje ontspanning. Precies. Zeg, een hele belangrijke vraag natuurlijk, Rick. Volg jij mij al op... ben je al geabonneerd op mijn YouTube-kanaal? Ik wil bijna zeggen, bijna live, dan klik op abonneren. Maar ik heb het even kijken, een uur geleden gedaan. Dus ik volg je nu. Toppetje. Officieel. Dus allemaal doen, nu. Allemaal Marleen, Sao Paulo. Zo nog wat verder in. Oké, doodles. Die knip ik eruit. Ik knip heel goed. Ja. De late show zit erop. Vrijdagavond. En het gevoel wat ik nu ga krijgen, dat die knot uitgaat. Astrid, wil jij die knot eruit halen? Ik vind, je hebt hem serieus prachtig gemaakt. Maar hij doet me nu zeer en ik ben gaat er klaar mee. Daar gaat hij eruit. Dag kunstwerk. Oh, het was prachtig. Het gebeurt heel vaak dat ik s'avonds dan nog speltjes vind. Oh, wacht. In mijn bos. Je ziet? 8.
Oh, zo. Hoe fijn is dit? Dankjewel, schat. Nou, ik leg de laatste hand aan mijn vlog. En ik ben natuurlijk de uitzending aan het voorbereiden. En je raadt het nooit, maar wat gebeurt er? Ik ben vandaag solo. De rest is of ziek, of op vakantie, of heeft al heel lang achter elkaar gewerkt. Dus dit wordt hem dan.